hebben hem opgesteld. Ja. De loondassen kwam dassen met een grote stierman omhoog, met een blauwe rijker, een grote Engelse tractor. En als jongsken in de jeugd met zo'n enorme indruk, zo'n grote machine. En daar gingen we niet naar school. We hadden de muizen gevangen. De buurt deed over en via helpen dansen. En dat was enorm gezellig, ook smiddags aan de keukentafel. Nou, we hebben hier de muizen gevangen, ratten gevangen. En later dan realiseerde je dat je het combine en dan ging dat weg. En dat heb ik altijd jammer gevonden. Ik sta eigenlijk altijd nog met één been bij de oude technieken. En toen kwam ik die daskassen tegen. En ik was net gepensioneerd. Ik had een oud dierbordje, een tractor, dat is van de Marshall Hulp. En ik dacht er mooi wat mee doen. En toen heb ik dat daskassen. En daar heb ik enorm veel plezier aan op evenementen. Het is inspannen om te ontspannen. En veel scholen komen kijken, bejaardencentrums, mensen die in die tijd van de jaren 50, 60. Nou, dit is een daskastje, een kleintje, een stationair kastje. Een stinkbeetje, een middelgrote boer, kleine boer, grote boer. En die doet de boer nog zelfvoorzienend was. Dat wil zeggen, toen lag onze landbouw stond in dienst van de mens en van het dier. Nu liggen onze akkers in Amerika met het resultaat dat we hier met veel vee zitten en veel mest. En dat was een kastje. Als de boer geoost had met de binder of met de zik. En het voer was op, de roggen voor de malen, voor de varkens. Het strooisel, stroom hier ook weer gebruikt. Ze waren helemaal zelfvoorzienend. En dan weer in de winterdag, vroeger, mooi droog, vriezend weer. Dan weer een kastje gepakt en dan gingen ze dassen. En dat was dan voor het vee, voor het strooisel. En ik vind dit zo mooi. En daarom heb ik dan gekocht. En nu kom ik op evenementen, dit is mijn zoon hier. En daar hebben wij enorm veel plezier aan. En nu kan je ook de techniek zien, er komt een groot kobijn op land. Die kost 2 ton, 2,5 ton. Nou, wat zal zo'n daskastje vroeger kost hebben? Ja, 1000 gulden. Ik heb geen idee. Maar er was rust en op de boerderij. En daarom heb ik dat kastje mooi gekocht. Ja, ja, ja. Ja, 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 doe. Maar mag ik even zakken hebben.
deze in de leknesten van de kippen. Dan haal die mooie schone eieren, mooi schoon nest. En als ik dat zoetersmiddag uit school kwam, dan moest ik van mijn vader even dat allemaal druk halen. En dan verneden moest ik dat weer in de legkast leggen. Die hebben die eieren weer verkocht en die moesten mooi schoon zijn. Roggenbrood. En dat ging dan door de 3 uur, dan gingen de muzikanten struut of door de wannemel. En dan gingen de muzikanten struut en dat ging naar de bakker. En voor onszelf roggenbrood. En voor de dieren ging naar de molenaar op het dorp. En dan weer gemalen voor de varkens. En dan deze vaak rog, haven en gisten mengen. En dan had je het fijnste voer voor de zeur. En dan had je mooi vlees, mooi dreugen met was, kon je ervan maken. Het kwam toch door de samenstelling van het voer. En de varken bleef dan nog een half uur liggen. Nu zijn ze met de 4 maanden geslacht. Maar deed je al die half uur, dat ruim een half uur. En dan had je mooie zeespek. En dan ging de zeespek aan de veen bouwen. En dreugen met was ging erbij. Ja, dat waren de jaren 65. Ja. Goed, hè?